Welkom bij Vera D, rekken van het dijbeen, hamstring en kuiten. Ga op de hielen zitten. Buig de voeten voor het rekken van de voetzolen. Adem in, armen langs het hoofd en strek uit. Maak u lang. Adem uit en laat los. Adem in, armen omhoog. Adem uit en laat los. Adem in, armen omhoog, maakt u lang. En laat los. Kom in omgekeerde V of neerwaartse hond. We gaan afwisselend naar plank en neerwaartse hond. Plank en omgekeerde V. Plank. Omgekeerde V. Plank. Omgekeerde V. En kom in plank. Omgekeerde V. Plank. Hef de hiel op. En blijf in hoge plank. Buig de ellebogen. Stafhouding op handen en tenen. Laat los, laat de heupen op de grond zakken en strek de armen, kijk naar boven. Kom in neerwaartse hond of omgekeerde V. En hef de hielen op en neer. Hef en zak. Omhoog, omlaag. Omhoog, omlaag. Hef de hielen op en neer. 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 Op. Kleine polsjes maken, halve tijd, met de hielen op en neer, op en neer, op en neer. 20 maal halve tijd de hielen op en neer. En we komen terug in plank. Buig de ellebogen, stafhouding op handen en tenen, knieën op de grond. Blijf in stafhouding met knieën op de grond. Laat los en breng het zitvlak naar de hielen. Strek de armen voor je uit. Laat los en kom, breng de knieën in het midden van de mat. Bereid uw lichaam voor op de heldhouding door diep in en uit te ademen. Bereid uw lichaam voor. Ga tussen de hielen zitten, duw de binnenkant van de benen tegen de grond aan. De onderbenen liggen tegen de buitenkant van de dijen. Leg uw handen tegen de voetzolen. Beginners zitten op een kussen of op een yogablok en blijven in deze houding. Ga niet verder strekken. Verder strekken. Leun verder achterover, eerst op de ellebogen. Houd de bovenbenen en de knieën tegen elkaar en op de grond. Als uw knieën van elkaar of van de grond komen, moet u naar een niveau lager gaan, in zittende held. Bij pijn in de knieën direct stoppen. Gevorderde ga verder in liggende held. Knieën tegen elkaar en op de grond. Blijf rustig in- en uitademen. Thank you.
Deze houding maakt de knieën soepeler. Versterken en strekken de spieren en zenuwen in de benen en dijen. Rustig in- en uitademen. Nog een paar tellen volhouden. Laat los en kom langzaam terug naar boven. Eerst op uw ellebogen, handen op de voetzolen en kom in zittende held. Rol over en kom in strekzit. Bereid uw lichaam voor op vooroverbuiging in strekzit door diep in- en uit te ademen. Diep in- en uitademen. Beginners blijven in deze houding. Anderen buigen vanuit de heupen voorover, hoofd naar de tenen. Laat los, kom langzaam omhoog voor de halve spagaat. Breng het voorste been gebogen naar achteren. Beginners steunen op hun handen en blijven rechtop zitten. Verder strekken, buig vanuit de heupen naar voren. Hoofd naar teen. Hoofd naar teen. Zestig tellen volhouden. Laat los, kom langzaam omhoog, kom naar het midden, spreid de benen zo ver mogelijk open. Bereid uw lichaam voor op de spreidzit met vooroverbuiging door diep in- en langzaam uit te ademen. Beginners blijven rechtop zitten met een rechte rug. Gevorderden gaan dynamisch naar vooroverbuigen en de rug recht zetten. Dynamisch vooroverbuigen met rechte rug. En terug omhoog, omlaag en omhoog, omlaag en omhoog, omlaag, laatste maal en omhoog. Draai het lichaam naar links voor de halve spagaat. Breng het voorste been naar achteren. Buig vanuit de heupen naar voren. Beginners steunen op hun handen. Verder strekken, hoofd naar de tenen.
het rekken van de hamstrings, de kuiten, de benen. Laat los en kom langzaam naar het midden. Spreid de benen zo ver mogelijk en bereid uw lichaam voor op de spreidzit. Buig voorover en kom terug omhoog. Beginners blijven rechtop zitten met recht rug. Buig voorover met rechte rug voor gevorderden en kom langzaam recht. Buigen en terug recht. En laatste maal buig voorover en terug recht. Kruis de benen. Neem met de rechterhand de linker elleboog en rek de triceps. Andere wissel van kant, linkerhand, rechter elleboog. Laat los, breng de handen op de rug en ineen naar uw rechterzijde. Kantel het hoofd naar rechts. Wissel van kant. Handen op de linkerzijde. Kantel uw hoofd naar links. En laat los. Zo, dit was het dan. Adem nog rustig in en uit. Hopelijk vonden jullie het leuk en bedankt om met mij mee te doen. Dag!